Nou, dit is een blad dat heb ik gekregen van een Jehovah's getuige. Best een aardige man. En ik had even geen tijd voor hem. Maar hij heeft het in mijn brievenbus gegooid. En ik wil het even bespreken. Het blad dat bevat dus 25 keer het woord dood. En toen ben ik gestopt met tellen. Dus het kan wel meer keer. Maar ik vond het toen genoeg geweest. En ik vind eigenlijk dat deze man excuses aan moet bieden aan iedereen die dit blaadje in de bus heeft gegooid. En dat hij ook even moet stilstaan bij dit. Zien jullie het ook staan? Er staat Matteüs hoofdstuk 8, vers 21 tot en met 22. En daarmee bedoelen we het evangelie van Matteüs uit het Nieuwe Testament. En dit erboven is Matthew, dat is Engels. Want dat komt omdat ik de laatste tijd veel Engels lees. En hieronder staat Johannes, hoofdstuk 14, vers 6. John op zijn Engels. Dan zou iedereen even stil bij mogen staan. Dit is niet per se een blijde boodschap. Vinden jullie wel? Zullen we eens even aflopen? Kijk, als ze allemaal mooi geschreven zijn. Deze is mooi geschreven, vind je niet? Die is ook helemaal. Die heeft die. Bij die tweede is die D leuker, vind ik. En dan hier nog meer. En dan daar. Jeetje, wat is dat mooi geschreven, zeg. En je gaat ook echt het beeld van het woord heel goed inzien, vind je niet? We zijn nog niet klaar, hoor. We zijn pas bij 19. En dan moet je nog hier. Oeh. Oké, deze D vind ik ook heel leuk. Met een beetje strepeltje eromheen. En deze D hebben we iets omlaag. Kijk, en is ook weer een andere D, vind je niet? Is weer een leuke D. En die O's zijn ook. Het is iedere keer weer een andere dood. Nou, om het even af te maken. Want dan kan ik dit blaadje weggooien. Kijk. Gaan we tellen, hè? Hier staat dood, toch? Daar staat dood. Wat gebeurt er na de dood? Ah. Is er hoop voor de doden? Ja, natuurlijk. Kunnen doden nog patat kopen of zo, hè? Het was vier keer dood. Even zullen we controleren. 1, 2, 3. Waar staat die vierde dan? Oh, die staat er onderin. Zie je dat? Hoe kan ik mijn angst voor de dood overwinnen? Ja. Wat dacht je van fatsoenlijk leven? Wat gebeurt er na de dood? Ja. Nou, als ik er even een grapje over mag maken, je mag het leven ook voor gewoon vergelijken met een rondje Albert Heijn. Dus je gaat gewoon lekker boodschappen doen. En je neemt van alles mee. Maar voordat je de deur uit mag met je gratis boodschappen, moet je eerst even afrekenen. Ja. Langs de cashier, denk ik dan. Hè. Maar ja, om daar nou iedereen mee te gaan lopen vervelen. En dood. Daarna zullen we bekijken welke. Wat staat er nou eigenlijk? Hij. Oké. Wat hij op de. Wat. Jammer, dat kan ik weer niet lezen. Welke op de Bijbel ons biedt. Ja, zo. Maar ik wil helemaal niet dood. Het is gewoon een doodsmagazine. Wil u dood, mensen? Nou, wat dacht u van de toestand van de doden? Is dat niet fijner dan in leven zijn?
De levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Oh jee. Graf, sterven, graf. Graf, doden, dood. Dood, dood, stierven voor de doden. Ja, en toen ben ik echt opgehouden. Dan ging ik even door met, hier staat dus wiskundig, meer dan drie. Dat moet je even begrijpen. Van, dit is dus groter dan, meer dan drie. Dus in ieder geval hier staat dood, dood, dood. Ja. En de mensen die dit soort blaadjes verspreid hebben. Ik heb ook domme dingen gedaan in mijn leven. Dus ik wil niemand iets verwijten. Ik ben niet beter dan jullie of zo. Maar dit blaadje gaat zo dadelijk de vuilnisbak in. Als deze opname gelukt is. Ja. En lees dit nog een keer. Ja. Probeer te begrijpen wat daar staat. Wat staat daar? Ja. Want met de Jehovah's getuigen, er is één ding wat ik met ze eens ben. Dat is dat de Bijbel, die is niet voor de KSNK geschreven. En je kan erover twisten hoe je het moet interpreteren en wat je ermee moet doen. Now that we found love, what are we gonna do? Daar kunnen we over twisten. Maar we kunnen er niet over twisten dat we dit mogen gaan verspreiden. Want dat hoort er nu even lekker juist niet bij. Het is goed begrepen, een Jehovah's getuige.